scheidingen vanuit de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging en een aantal leden van het Donatuskorps. We zijn er om mensen te bedanken die zich op welke wijze dan ook binnen een bepaalde sector, een bepaald koor of een bepaalde vereniging onderscheiden hebben op een zodanige wijze dat ze het verdienen om onderscheiden te worden. Ik begin met de jongste. 25 jaar lid. Tony van der Schans, Truus Schreuder en Rian van Kasteren. 25 jaar lid. Die 40 jaar lid zijn geweest al nog al en misschien ook nog wel langer zullen zijn van een koor. Dat zijn Mientje Willems en Jan Ruys. Zij zijn dus al eerder lid geweest van een koor voordat het Sint-Donatuskoor ontstond. Ook van harte gefeliciteerd. Een mooie avond nog en geniet ervan. In de eerste coronaperiode van maart en april was er veel aandacht voor de ouderen en de zorgverleners. Nu is het wat dat betreft oorverdovend stil. Dus je moet in actie komen en dat was de reden. Ik denk, die mensen verdienen dat. Ze hebben het naar mijn gevoel nu veel moeilijker omdat ze nu bijna weten wat er op ze afkomt. Vorige keer was het echt een diep in het duiken, of een duik in de diepe, zo moet ik zeggen. Ja. En daar zijn ze gewoon aan begonnen. Die hebben de mouwen opgestroopt. Maar nu is er zoveel wetenschap meer en ook, laten we eerlijk zijn, ook een stuk angst meer. En ze zijn veel mensen kwijtgeraakt, bewoners. En dat doet, daar kun je hem gewoon merken. Cor van Looy, voorzitter van cliëntenraad van Compostelle, bedacht in het kader Hart voor Zorg een actie. Dat we kennen allemaal, en zoals we net al zeiden, van een buurvrouw of een familielid of je partner, dat kan ook nog, of wie dan ook. Je gaat naar, we hebben dan 4 winkeliers bereid gevonden om ons mee te helpen, om de actie te ondersteunen. Die gaan zorgen dat deze kaartjes staan, die kan iedereen, aan de binnenkant kunnen ze nog een boodschap schrijven. Je koopt fruit op sap, een bloemetje, zangzaad bij een van de winkels, maakt niet uit wat, of een goed boek. Je hangt er het kaartje aan. Je schrijft er je beste wens nog op. Of de zorgmedewerkers kennen. Het Hart van Zorg, dat is toch wel landelijk bekend geworden. Je kunt het in de brievenbus houden. Je kunt het op 1,5 meter overhandigen. Die actie is gestart op zaterdag 14 november en duurt tot... We hebben de Sinterklaastijd, we hebben de wintermaan, donkere tijd, we hebben de kersttijd. Hoe die er ook voor ons uit zal zien. Weet je wat, mooi einde. Ja. 31 december. En volgend jaar zien we wel weer. Mooi, hartstikke bedankt. Succes. Bedankt voor het gesprek toch. Dank u wel. Op het bedrijventrein Voederheil in Zeeland verschijnt weer een nieuw bedrijf. Ondanks de onzekere coronatijd bouwt Fantine Koffie daar een nieuw pand. Fantine, een familiebedrijf uit Zeeland. Moeten terug gaan naar Team Fantine, hè? Ja, onze pa. Ja, als een pa. Inderdaad, in de Schoolstraat is een rijkdommetje opgebouwd en uitgebreid. In 1994 vertrok inderdaad naar de Voederheil. Ja. Daar had je het een aantal jaar te laat ook definitief overgedragen aan zijn kinderen. Nou, nu zijn we inmiddels van daaruit 27 jaar verder en de derde generatie staat te trappelen om het over te nemen. Toen wij 27 jaar geleden naar de Voederheil vertrokken, toen zei zijn pa ook, jongens, zet hem maar op de grond, want dat is toch veel te groot en dat hebben we langer nooit niet nodig. Nu zijn we 27 jaar verder en het is allemaal veel te klein. Van parkeerplaatsen tot logistiek, tot kantoren, kun je niet bedenken. Het magazijn wordt aanzienlijk groter.
We krijgen een hele andere routing. De technische dienst krijgt een veel belangrijke functie, omdat we ook een deel particuliere markt aanschrijven. Parkeerplekken, ja, op alle vlakken krijgen we meer kansen, maar het belangrijkste is door de hele routing wordt voor iedereen veel beter. Corona heeft op Fantien, vooral in maart, een gigantische impact gehad. Door de lockdown die landelijk uitgezet werd, kwamen wij toch in een gigantische omzetverlies. En dat resulteerde in de eerste maanden toch dat wij meer dan 50% van onze reguliere omzet kwijtraakten. Maakt het ook meteen heel moeilijk, hè? Want je zit in een situatie van je zit in volle voorbereiding van een nieuwbouw, vergunning aanvragen en tegelijkertijd zie je je omzet wegvallen. Het is lastig, maar het heeft ons niet weerhouden om deze start te beginnen. De planning is volgens de aannemer en die zit er bovenop tot nu toe. Dus dat wij begin juli wordt het opgeleverd. En ja, dan is de verwachting dat wij juli, augustus de overstap kunnen maken naar deze locatie. Ik wens jou heel veel succes met de bouw en ook met de verhuizing. Ik hoop dat we dan eens een keer door het nieuwe pand mogen wandelen. Je bent van harte welkom. Sinterklaas is ondanks de corona toch in ons land en ook in Zeeland gearriveerd. Maar wat verzin je nou voor de kinderen om het feest een beetje op te fleuren? Els Rooijakkers uit Uden bedacht een gluurpietenspeurtocht. Razendsnel werd dit idee opgepikt door Facebook en kwam het ook in Zeeland terecht. Els had wel de volgende eis, dat voor elke gluurpiet die gemaakt zou worden, 1 euro naar een goed doel moest gaan. Anneke Eckstein uit Zeeland was bereid om de gluurpietjes in verschillende kleuren te maken en van de opbrengst 1 euro te schenken aan Stichting Jeugdbelangen uit Zeeland. Binnen de kortste keren kwamen er meer dan 180 aanmeldingen binnen en werden de verschillende gluurpieten op de ramen van de huizen geplakt. Opdracht van de kinderen was om in een speurtocht door Zeeland de gluurpietjes op te sporen. Bij elke kleur gluurpiet moest een opdracht uitgevoerd worden en dat leidde soms tot hele leuke taferelen. Al met al een prachtig initiatief van Els Rooijakkers en een heel tevreden Stichting Jeugdbelangen Zeeland. En Anneke vindt het geen probleem als je nog gluurpietjes wilt bestellen. Oh yeah, wij zijn te gek. Wij zijn te gek. Oh yeah, wij zijn te gek. De gieten komen langs, 's nachts op de daken. In de sneeuw, in de kou, om groenen vol te maken. Dus wees een beetje lief, we gaan je niet vergeten. Want we kijken, je moest dus weten. We roepen Sinterklaasje, met zijn grote lange baard. Sinterklaasje, zit altijd op zijn witte paard. Sinterklaasje, en heeft een mega gave staf. Het is Sinterklaasje, we roepen naar de Sinterklaasje.